Is het jou al opgevallen dat ons stadhuis asymmetrisch is? Volgens een van de bekendste verhalen van de stad zou de architect dit pas ontdekt hebben tijdens de bouw ervan. Hij zou op deze toren zijn geklommen om er vanaf te springen en zelfmoord te plegen. En de ster daar beneden zou de plek zijn waar hij is geland. We gaan voor eens en voor altijd kom afmaken met dit verhaal, want het is een urban legend. Want ons stadhuis heeft een asymmetrische vorm doordat beide delen op een ander tijdstip gebouwd zijn. Want eigenlijk was het niet de bedoeling dat het stadhuis zo lang ging zijn. De linkerhelft werd samen met een deel van de toren gebouwd begin 15e eeuw. De bouw ervan werd gesponsord door een rijke familie die invloed wou uitoefenen op het bestuur. En nog geen 50 jaar later waren het de ambachtsgilden die ook een plek wouden in het gebouw. En zij vonden dat het groter moest. Dus stelden ze een tweede architect aan die de rechterkant ontwierp. Twee eeuwen later, in 1695, werd de Grote Markt gebombardeerd door Franse troepen. Het stadhuis werd grotendeels beschadigd, waardoor ze de gevel moesten oplappen en hierdoor zie je bijna geen verschil meer tussen beide delen. En deze ster is eigenlijk het nulpunt van Brussel, van waar alle afstanden tot de hoofdstad worden gemeten. En heb jij nog een vraag over Brussel? Stel ze dan op brussel.be en dan ga ik misschien voor jou op zoek naar het antwoord.